Welkom. Welkom op kanaal 43 van Ziggo, het kanaal voor alle programma's van RTV Parkstad. Mijn gast vandaag werkte na zijn opleiding eerst als leraar Nederlands en is nu decaan op het Charlemagne College Eikhagen in Landgraaf. Zijn hobby echter is de muziek. Zo bracht hij al diverse singles en clips uit, ook te zien hier op RTV Parkstad en te horen. En zong hij liedjes van Astrid Nijg en Wim Hogenkamp. Hij stelde theaterprogramma's samen met het repertoire van Ramses Shaffy en Robert Long, maar hij schreef ook de veelgelezen biografie van Ria Valk. Zijn zelfgeschreven teksten verzamelde hij onlangs in boekvorm en daarover en zijn interesse en gedrevenheid voor het betere Nederlandse lied heb ik als gast vandaag Mark Didden. Zo, dag Mark. Goeiedag, hallo. Ik kijk natuurlijk eens af en toe naar het programma, hè? Ik kijk regelmatig op de Dan moment. Weet ze dat ik nu vraag, God. Ik geloof in God. En ik geloof net helemaal in het instituut meer van de kerk. Daar een beetje met mijn twijfels over. Maar ik geloof wel dat er een God is. En nog de 10 geboden en zo. Dat vind ik nog wel heel prettig iets als leidraad een beetje te hanteren in het leven. Echt waar? Ja, dat vind ik. Heb je naast de lief en dat soort principes vind ik net verkeerd te zeggen. Ik zeg niks. Ik vind één ding heel erg fout. Je zult geen Oh nee, dat waren we. Sorry. Radio of televisie? Radio. Gewoon omdat dat, er zit toch het mystiek achter. En ja, ook de muziek en zo gaat. Dan kan ze toch een wereld creëren die ze op de televisie vaak niet kent. En zeker de televisie anno nu. Als ik zie wat er eigenlijk allemaal uitgezonden werd. En als ik dat zeker aanzet wat in de jaren 60 en 70 gebracht wordt. Dan denk ik van, is wel heel veel van hetzelfde. Ja. Vandaag toch de keuze radio. Het is corona. Ja. Dan wil ik het eigenlijk heel weinig over hebben. Ik wil één ding vragen. De kapper of het restaurant? Het restaurant. Die horen dat het groeit waren, dat werd het maar weggeschoren. Dus dan levert toch nog het restaurant. Dat missen dus? Dat mis ik ook wel, ja. Oké. Okay. Te horen, dat zie ik zelf niet. Hè. Dat aan de anger meer last van. Mark Didden, jeugdfoto. Hoe is ze geboren? Geboren in Heerlen, opgegroeid de eerste jaren in Lauradorp, Landgraaf. Ja. Oh ja, ja, ja. Ja. Maar eigenlijk het grootste gedeelte van mijn jeugd ga ik in Abdussebos. Van 4 tot en met 20, tot ik zelf erop mezelf ging wonen, ga ik in Abdussebos gewoond. Mm. En daar had ik ook eigenlijk de eerste dingen met optreden en zo, met gemak naar de basisschool. De eerste keer dat ik ga door op school, dat was bij de kerstmis. Mooi Jozef spelen. Mm-hmm. Dat worden we hier of ver. Is dat de volgende foto? Of nou, dat had niks met kerstmis te maken? Dat is gaat later al weg. En ik ging ook in de buurt. Doe ik heel vaak met radio dingen allemaal, maar doe ik optreden. Ja. En dat wordt vaak met een toiletpapieren rolletje. Ja, zo aan de moeder. Ja, ja. Ik kroeg ze op een gegeven moment hele ruwe lippen kroeg ze ervan. Dus ook vaak met de touw springen en het einde van de touw. En dat doe ik nu. Artiesten die ik dan op de televisie zoog. Playbacken, ja. Maar ook al snel wordt het toch met inleidingjes gaat praten ertussen. En ook wel eens zelf tekstjes proberen te schrijven. Heel kinderlijk nog. Heb ze nu als een André van Duin geknipt en geplakt? Ook geknipt, ja. Knippen met cassettebandjes, stopzetten en de dingen achter elkaar monteren. Van welk jaar is ze, Mark? Nu in de 70. Dat is 41. Nu. Dat is nog jong, hè? Ja. Ja, tenminste. Maar de vorige meter af, toen zijn ze op deze bos, Lauradorp, tegenbien. Toen hebben ze een goed, hele fijne verzameling metgebracht, zo vertaal ik even voor hebben. Maar dan heb ze ook een verzameling, een cd metgebracht van de ganse kleur. En die is gemaakt door jongens uit Gebrook. Ja. Hoensbroek. Wie komt ze dan daar op terecht? Ik ben daar nooit op zichzelf gewoond. Ben ik eerst op de Peters Jongstraat in de hele baan gewoond. Ja. En toen ben ik op een gegeven moment zo'n 7 jaar geleden van Heerlen Zuid naar Heerlen Noord naar Hoensbroek gegaan. En dat ben ik gewoond vanaf 2014. En
toen kwam op een gegeven moment de Hoensbroekse amateurkunst. Ja, ja, ja. En die hadden het project Luisterliedjes. En ik hoorde ervan. En toen dacht ik van, nou, dat is het waar mijn hart en mijn passie ligt. En ik denk van, de hoogheer aan meedoen. En zodoende ben ik daarmee terechtgekomen. Op die CD terechtgekomen. Ja. Er zitten heel leuke liedjes op, overigens. Maar zo, dan moeten we er dadelijk nog even over hebben. En natuurlijk niet al die andere geweldige CD's en boekjes en boeken vergeten. Mark, zo ging het weer. Zo ging het weer naar een complete disco-installatie. Ja, dat was ook. Of was dat een studio? Dat was in een studio, dat was gewoon echt op feestjes. Een beetje dashjockey, dat was bij een onk van mij, en ook Jan. Ja. En daar was vroeger dashjockey geweest. En moderne bril ze op, man. Door. Ja, dat was echt helemaal niet iets. Ondertussen weet het, maar gaat goed. Ja. Dus. En dat was gewoon, ja, gaat pleitjes drieën, ja. Maar ook zo nu. En dan even dan, ertussen een liedje zingen. En ja, we waren gewoon heel erg mee bezig toen al. Mm-hmm. Dat liep me gewoon heel terecht dat zo'n jongen steeg nu dat onder Wieser geworden is. Hè? Ja, het wordt twee dingen. Of ik zo in de buurt word, zo leef ik met een microfoon rond. Of we dogen met kinderen uit de buurt, dogen we onderwijs, schooltje. Nooit gedacht over een radiojournalist of zo? Nou ja, ik weet wel, ik wou wel heel graag die kant doen. Ook de theaterschool en dat soort dingen allemaal had ik wel geambieerd. En maar mijn ouders hadden allemaal zo gehad van, ja, ga maar eens een vak studeren. En dat wordt in mijn geval, wordt dat dan op een gegeven moment de PABO. De droom is er wel geweest, maar achteraf, ik denk dat mijn ouders wel heel goed het karakter van mij koosten. En de mots tegen een stuurtje kennen in die wereld. En de mots ja, ook goed kunnen presenteren, het allemaal. En het is gewoon een heel zwaar en hard beroep. Ja, ja. En ik vind het dus achteraf gezien, als ik zelf ook heb meer en ik heb beter leren kennen, denk van ja, het is wel een goede keuze om eerst de PABO, toen de leraaropleiding Nederlands, wordt dat toch veel meer metaal. Hmm. En dan als hobby, eigenlijk met theater, muziek, radio, gaat schrijven en dat soort dingen bezig te gooien. Ja. Maar ja, ik denk dan af en toe, er is nu 41, dan zou ik denken van potverdorie, mijn hart gaat toch uit naar al die andere dingen. Ja, weet je, ik vind het lesgeven had ik gedaan. Op een gegeven moment is dat gestopt omdat ik... Ja, wat is in de decaan? Sorry. In de decaan, ja. Eerst wordt het lesgeven en op een gegeven moment hoort het decanaat werkt. En een decaan, dat is een loopbaanbegeleider. Ah. Dat is in het de leerlingen advies geeft over zijn ja, profielkeuze. Welke vakken wil ze kiezen, maar ook welke vervolgstudie wil ze gaan studeren. En wat ik het leuke daaraan vind, ik kreeg dan leerlingen op bezoek. Ja. En daar voer ik gesprekken met, net zoals veel mensen te doen. Ja, ja. En dan geeft ze een beetje op zoek naar de drijfveren van de leerlingen. Dus dat is eigenlijk ook een vraaggesprek, een beetje journalistiek eigenlijk. Ja, ja. Van wat zijn die drijfveren, welke kant wil ze uit? En ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk, leuke bezigheden mee bezig te zien. Heel interessant nog. Terwijl ik eigenlijk, ik ben PABO gedaan, leraaropleiding Nederlands. Maar er is op een gegeven moment ben ik een beetje ja, op weg redelijk goed krank geworden. Ja. Ik ging eigenlijk naar het ziekenhuis voor een neusoperatie, sinusitis. En daar ging eigenlijk alles mis wat mis kon gaan. En heel extreme bloedingen aan het allemaal. En met tampons kroeg allemaal in de bijholtes gestopt. En op een gegeven moment stopte dat wel met bloeden. Maar toen stapte ik na 3 weken uit het bed en toen werd ik heel erg duizelig. En, in eerste instantie dacht ik dat het te maken had gewoon met ja, slappende bingen en zo gaat allemaal. Maar toen bleek dat er een herpesvirus mijn evenwichtsorganen had aangetast. En toen kwam eigenlijk datgene met dat lesgeven. Toen werd gezegd van ja, de kind is nog wel een aantal uren lesgeven, maar neem je volledig. En zodoende ben ik eigenlijk bij dat decanaat uitgekomen. Hmm. Wat beveelt dat? Dat beveelt eigenlijk heel erg goed. Eigenlijk is dat niet... Omdat je speelt een beetje toneel? Je speelt een beetje toneel, dat ook. En de kind gaat voorgesprekken. Ik geef ze nu en dan nog les, maar neem ik volledig. Ja, ja. En juist die afwisseling met en het lesgeven en die gesprekken. En dan even de hobby die er is. Vind ik het heel interessant. Hier was je nog jong, hè? Hier spelen ze toneel. Groep 8, heel wat. De eindmusical op de basisschool. Ja.
En ja, dat wordt dus echt een musical met zingen en met... En dan mocht ik, omdat ik toch al in het verleden ook al op die maand als sluitje, hou ik van alles al goed door. Zagen ze van ja, toen ik zag van ik wou wel de hoofdrol, zagen ze ja, is ik wel toevertrouwd. En dat ging ook voor een platenmaatschappij. Ik kan me nog een beetje herinneren van de soort Telstra-achtige studio, waar dat, ja. Met dat decor wat ze door een beetje ziet. En dan wordt een zangeres, Zachte Zara, en die zong levensliederen en daar word ik daar helemaal idolaat voor. Nou, eigenlijk wel een rol heel erg op het leven geschreven. Mike de Hupsley, potverdorie, je hebt leuke dingen metgenomen. Dan zit je het cd'tjes bij van zichzelf. Ja. Dit is Heile, dat is ontzettend vaak en vuil gedreend op RTV Parkstad en te zien geweest. Ik heb dich ook de laatste maanden een beetje gevolgd op, even kijken, op Facebook. Waarin ze dan die 10 beste, leukste, meest indrukwekkende LP's hoezen. Kind neerzetten. Dat is zo'n rage hier in deze coronatijd. Ja. Ik moet ik eerlijk vertellen, ik zou niet weten welke ik zou moeten hebben. Maar hier zullen er wel een paar bij staan, denk ik. Rita Hovink. Ja. Gestorven. Ja, nu geniseerd. Eigenlijk mijn geboortejaar. Astrid Nijg. Ja. Ex-vrouw van Lennart Nijg. De tekstschrijver van onder andere Boudewijn de Groot. Een vrouw met in mijn ogen 2 prachtige nummers. De Nacht en... Ik Doe Wat Ik Doe. Ik Doe Wat Ik Doe. Ja. Ria Valk, ja. Daar heb ze zelfs een boek over geschreven. Ja, ja, heel lekker. Mark Didde, een boek over Ria Valk. Als ze die zangeressen bekijkt, ja. Dan is dit toch een ander uiterste? Of het is een ander uiterste, een ander genre. Of is die mevrouw, is dat maar toevallig, borstjes op mijn borstjes? Nou kijk, de vrouw is in de jaren 60 begonnen met Rocking Belly en het allemaal. Ja, maar had ook in die tijd heel veel televisieshows. Dat is eigenlijk helemaal vergeten. En ook als, ik had nu gelukkig een cd ook mogen samenstellen naar dat boek bij Universal. Ja. En, is dat dingen die dan bij Het duurt er eigenlijk nu, dus een jaar daarna is dat uitgekomen, maar dat had ik ook geprobeerd. Want het is een beetje het vertekend beeld van Ria Valk, dat de vrouw ook heel veel luisterliedjes had gezongen. Ja. Die komen daar wel vaak op de B-kant van een plaat terecht. Dus het is breder eigenlijk dan Borstjes op mijn borstjes. Ze had ook een theatershow gemaakt, ze had met de eerste revue met André van Duin. Ze had met haar dochter bloot in de Playboy gestangen. Dat ook, dat ben ook bij de gedder. Steekt dat toevallig hier in dit boek? Of, daar zit een steedochter in, joh. Dus het is toch wel een brede zangeres en ook een beetje, want ik was in de jaren 80 heel erg fan van Zeg eens A en daar speelden ze toen in. En toen is een beetje de kiem met Ria Valk gekomen en jaren later, ook met het cd samenstellen, ben ik met haar in contact gekomen en uiteindelijk had het geresulteerd in... Dus de hupste, natuurlijk, want je hebt een biografie geschreven van uw vrouw. Ja. Dus de hupste toes gezeten. Ja, en ook wel heel veel via de telefoon en WhatsApp. Tasken koffie. En ook gewoon ook heel erg in archieven gedoken van wat is er over geschreven, maar ook bij beeld en geluid. Opnames opgediept, dus eigenlijk met in de volledigheid had ik er proberen neer te zetten. Hoe ze actief is. Mm-hmm. Ik heb in de intro verteld dat ze ook programma's gemaakt hebt met Ramses Shaffi en met Robert Long. Ja. Voor Robert Long. 2 helaas overleden, te vroeg overleden Nederlandse artiesten. Ja. En de Hubs doen dus. Gezorgd voor dat een theater een programma komt. Ja, nou ik had de samenstelling gedaan samen met Frank Jochems. Dat is een muziekjournalist, een goede vriend van mij. En dan voor meestal duiken we in het hele repertoire van die lu. En we doen dus echt alles wat er is, elke splinter, van cassettebandjes tot opnames die net eens op de markt zijn gekomen, proberen we omhoog te halen. Ja. En dan proberen we daar een programma rondom samen te stellen. En dan is het echt, dat is ook het handige als het met z'n tweeën is. Dan kunnen ze een beetje sparren van, nou, is dat een goed nummer of welk nummer kunnen we doorplaatsen. Daar kunt er vaak een tekstschrijver erbij, bij Robert Long, Ivo de Wijs. En uiteindelijk Eddie Habbema, die had het geregisseerd. En dat andere programma, Ramses Leeft, dat wordt het afgelopen jaar. En dat wordt, is een première in het Concertgebouw in Amsterdam gegaan met het Metropoolorkest. En de hand Jean-Guy McCroy, die het eigenlijk aan het Songfestival met zou doen.
En Jannie Arian en ja. Maarten Heijmans aan het repertoire van gezongen. Maar dan zitten we dus echt te schuiven van, ja, dat is een geschikt programmeren voor hem. Dat doorzetten we tussentekstje tussen en ja, zo zetten we het kaartenhuis dan in elkaar. Maar ik verwaar die obsessie voor het Nederlandstalige lied. Ik zou er heel erg aan te denken van hoe kunt dat? Ik weet ik ga het net zo heel erg van Heemoed metgekregen. Want mijn ouders die luisterden heel erg naar Duitse muziek en Engelstalig en ook Limburgstalig. En op een gegeven moment ben ik dat Nederlandstalige ingerold. En, studie. Studie ook. En ja, ik ving, en dat is hetzelfde eigenlijk ook met Limburgs, dat is toch de eerste en tweede taal. En die kent ze het beste, dan kent ze eigenlijk alle nuances. Kent ze door, hè? En dat is, ja, dan begreep ze, hoe goed dat ze ook Engels spreekt, of Frans, of weet ik welke taal. Dus begreep ze eigenlijk alles wat gezag werd. Ja. En dat vind ik dus het mooie aan ja, het zingen in de moerstaal. Toen zei ze van, als ik een hele leuke melodie huur met een Romeinse tekst, dan kan ik het niet zo waarderen als een hele mooie melodie met een Nederlands tekst. Omdat ik dat verstaan. Ik ken hier ook heel erg mooi zie je, dus het is net het een of het ander. Maar ik merk gewoon het diepskunde bij mij gaat binnen, als ik het toch kan begrijpen. Schreef ze zelfs in het Nederlands en in het... Ik ga nu in verzameld in de boek, ga ik eigenlijk de laatste dag in 2020 dat ik 40 word, ja. Nu januari, ga ik een boek uitgegeven, 40 teksten, en dan ga ik 5 Limburgstaligen ingestopt. En 35 Nederlandstaligen. Dus de verhouding is het meer Nederlands dan Limburgs. Maar, en dat vind ik, ja, ik vind het ook gewoon heel erg lastig om Limburgs te schrijven. Zeker als ze het op moet schrijven en lezen. Ja, want er zijn nog verschillende dialecten. Dat, ja. Schiethoezer. Ja. Schiethoezer. Ja, dat is. Met Schiethoezer. Ja, dit is een liedje eigenlijk over het minderwaardigheidscomplex van de Limburgers. Ja. En dat werd er een beetje in geuit. Hmm. Werd dat vormgegeven trouwens? En ik kennis ook tegen een beetje via de muziek leerde kennen, Roy Spraakman. En ik hou echt zo van, ik hoef niet mijn kop, althans qua foto, maar ik werd de fotograaf, maar ik door de kapper en dat allemaal. Ik denk, ik laat er een soort cartoonachtig iets van maken. Ja. En nou ja, ja dat gedoe. Volgens mij zien ze zichzelf zo wel een beetje. Schriever, grote pen, ja. Limburgs landschap. Toch het kerkschap, de achtergrond. Achtergrond, de kerk, ja, die zit er ook bij, duurt er ook bij. Ik wil een tekstje doen, is dat goed? Ja. Ik hield van. Zou ik die vuur dragen? Dit is de korte tekst die erin zit. Alsjeblieft. Want meestal ben ik heel erg breedsprakig, maar ik denk ik doe een kort tekstje. Ik hield van drukte en rumoer en van ergens tegenin te gaan. Van groots en mislepend leven en nieuwe wegen in te slaan. Ik hield van brani en bravoer en goed gebekt en geestig zijn. De zorgen die zijn voor morgen en ik lachte om mijn eigen pijn. Ik hield van statig en van stoer, maar dat is niet hoe ik werkelijk ben. En kijk ik eerlijk naar mezelf, dan blijkt dat ik me inderdaad helemaal zo goed niet ken. Ik hield van... Puntje, puntje, puntje. Ja. Mark, wat is de toekomst? Allereerst gezond blijven. Dat vind ik wel het belangrijke in deze tijd. Heb je corona invloed op die leven? Nou, ik merk wel dat ik meer heen zit. En afstand bewaren en ook minder contact. Het contact geeft veel meer via de telefoon. Ik bel veel. Ja, ja. En ik gooi ook wel erop boet en zo, maar net overmatig. Als ik gaat wandelen of zo. Dus het had wel in, project op mijn leven. En ook, de merkste best met gewoon waar met projectjes bezig en het ging een beetje allemaal in. Dus de kind of een nieuwe cd uitkomen? Daar ben ik mee bezig. Of een nieuw boek uitkomen? Biografie? Ik wou eigenlijk met het theaterprogramma achter iets bezig, maar dat, de wets doet. Nou, we zijn wel met het Metropool aan proberen om iets... Het Metropoolorkest. Als in Oud-Limburg toch zegt dat ik het met de dat is toch de beste orkest van de wereld. Ja, maar ik stel het er samen. Ik ga niet op podiums door. Maar dat gooi ik wel misschien wel met anderen, met eigen materialen of zo. Dus ik bleef wel bezig. En,
Het is wel een beetje een tijd voor contemplatie, hè? Ja, ja. Dit corona. Pas op de plaats, ja. En over nadenken van welke kant willen we uit. Dus merk ze dat dan ook als ze zo zorgend zit aan die teksten wat ze schrijft? Ik merk dat ik eigenlijk in deze coronatijd heel weinig tot schrijven eigenlijk kom. Ik ben vooral, ja, die oude platen ben ik een beetje aan het avondstoffen en drieënen. En met dat soort dingen ben ik bezig. Allemaal Nederlandstalig. Veel. Maar ik vond het hartstikke fijn dat ze hier was. Dat ze schat ging kort vertellen over dat vrij uitgebreid leven wat ze hups op muzikaal, theatraal en werken, wat ze deed. Mocht ze ooit nog een keer een boek uitbrengen, nu denk ik die weer goed. Dank je wel. Goed bedankt. Adieu. Oh ja.